Bij de brand die donderdagochtend woedde in zorgcomplex Heumensehof is er geen sprake van opzet. Dat maakte de brandweer bekend tijdens een bijeenkomst voor bewoners waar zij nazorg kregen. Door het vuur is een bewoner zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Het vuur ontstond omstreeks 7:30 in de ochtend. Claudia Jette, een basisschooldocent uit Heumen, was onderweg naar haar werk toen zij de vlammen in het gebouw zag. Toen ik de dorpsstraat inreed, zag ik het vlammenvuur. Ik merkte aan mezelf dat ik daarvan in paniek raakte. Ik heb mijn vader gebeld. Mijn papa die heeft toen de brandweer gebeld. Uiteindelijk kwamen we erachter dat de buurmeisjes Irene en Emma ook al de brandweer hadden gebeld. Ik ben uitgestapt en ben samen met Irene en Emma Wijnakker naar de achteringang gegaan in het hofje. Emma en Irene wonen direct naast het zorgcomplex en hadden het vuur ook gezien. Vervolgens zijn Jette en de twee buurdames bewoners in het complex wakker gaan maken. Ik heb echt het idee dat ik fungeerde op mijn adrenaline. Ik was ergens in paniek, maar ik kon wel helder nadenken. En eigenlijk ging het vanzelf. Emma die ging naar boven, ik ging naar links en Irene ging naar rechts. Yeah. Toen de brandweer eenmaal aanwezig was, waren de vlammen binnen 10 minuten gedoofd. Verrassend snel volgens de brandweer. Na de bijeenkomst hebben de drie vrouwen bloemen ontvangen van burgemeester Mittendorf.